ga je naar Stanley-Vilena? We gaan naar Ridderkerk vandaag, naar de lancering van Helden Magazine. Nou, we zijn hier dus veilig aangekomen. Er hangt al een mooie pandoek in ieder geval. Helden Magazine. Vandaag ja, op de cover in ieder geval Tony Vilena van Feyenoord. We lopen nu binnen naar de foyer. Dus het wordt wel heel spannend in ieder geval. Om te kijken waar we natuurlijk naartoe moeten. Volgens mij moeten we naar boven. Ah, daar zit wel iets staan. Ja, daar zijn ze daar. Kijk aan. Juist de engel, oh, sorry. Ik word weer gecorrigeerd hier. Dat is heel erg. Anders krijg je... Ja, zit mijn haar ook goed? Ja. Alweer een presentatie van de nieuwe helden. En ook deze waarin om ontzettend trots op te zijn. Helemaal op dit moment. Eén vraag heb ik voor jou. Ik wil nog graag een beetje mee trainen met Feyenoord. Maar als ik 20 kilo af kan, mag ik dan een kerk om regelen? Ja, als je afvalt, dan kan dat wel. Ja? Ja, als je afvalt, dan kan dat wel. Ja? Nee. Ben je niet weg, toch? Ja? Nee, nog niet. Maar dat gaat nog goed komen. Gaat nog eens doen. 20 kilo eraf en dan kan ik mee trainen. Ja, dat is zeker. Eén laatste vraag heb je. Elia heeft mij een keertje verslagen met FIFA. 2-0. Ik heb nog altijd een revanche. Wil je alsjeblieft tegen hem zeggen dat ik hem ga inmaken? Is dat goed? Hij is zelf ook niet goed met FIFA. Zie je Elia? Zie je, je hoort het in Elia. Je bent ook niet goed. Ik vroeg nog aan Regen Blink of Feyenoord kampioen gaat worden. Hij zei direct ja. Feyenoord gaat kampioen worden. Ja, dat zou ik niet weten. De competitie is nog lang. Ja. Op een ieders gezondheid. Nou, het event zit erop voor vandaag. Helden Magazine hier in Van der Valk in Ridderkerk was het. Leuk event in ieder geval. Ook met het nieuwe magazineblad dat gelanceerd werd. Ik heb even met Tony Vilena, de superster van Feyenoord, mogen spreken. Ik heb al hapjes en drankjes gehad. Leuke mensen. Ja, we zijn er weer klaar mee. Ik ga lekker naar huis. Ja, zoals altijd, sign ik off met Love the View.